Maar er zijn meer paddenstoelen in de herfst. Ja, beste mensen, het is herfst. Nou, kun je wel zien, hè? De blaadjes vallen van de bomen. Maar er zijn meer paddenstoelen in de herfst. En waarom zijn er meer paddenstoelen? Ja, er is meer rottend materiaal, meer regen. Hangt een beetje van jaar tot jaar af. Maar in principe heb je in de herfst meer paddenstoelen. En paddenstoelen zijn soms giftig. Voor mensen, maar ook voor dieren. En katten die blijven er wel vanaf. Maar sommige honden, vooral jonge honden, labradors, etc., die zijn gek op paddenstoelen. Niet allemaal, maar kijk uit. Ga je wandelen in het bos op paddenstoelen zijn, hou je hond aan de lijn. He, dat is het beste. Of vermijd gebieden met veel paddenstoelen. Mocht je hond wel een paddenstoel gegeten hebben, kan die giftig zijn. Maak er een foto van. Tegenwoordig kun je via bepaalde apps kijken of het een giftige paddenstoel is, ja of nee. Maar je weet het nooit zeker. Dus als je echt denkt dat de hond hem opgegeten heeft, kun je naar de dierenarts, kun je hem laten braken. Wat zijn de symptomen van giftige paddenstoelen? Nou ja, braken, diarree, niet lekker worden. Als de hond niet lekker wordt, ga naar de dierenarts. Die kan er soms nog wat aan doen. Wacht vooral niet te lang. En probeer de foto van de paddenstoel mee te nemen. Nou, het is wel een beetje wind hier hoor, met de herfst.